Dit is Songfestival Update met vandaag. Eindelijk weten we wanneer Belen zijn Songfestival nummer zal presenteren en in welke halve finale hij Nederland zal vertegenwoordigen. Maar er is meer nieuws, want er zijn de afgelopen maand weer een hoop nieuwe instellingen voor Lissabon bekendgemaakt. Het duurt niet lang meer dat Belen zijn nummer voor het Songfestival zal presenteren. Eindelijk is de datum voor de presentatie van het nummer bekend. Vincent, zaterdag 3 maart gaat het gebeuren, hè? Jazeker, Willem gaat 3 maart zijn nummer bekendmaken waarmee hij Nederland gaat vertegenwoordigen. Verder weten we nog niks, maar de Afro Tros heeft gezegd dat ze later meer bekend gaan maken. Maar eigenlijk gaan we het nummer al eerder horen, toch? Dat klopt, Willem zit vanaf 23 februari 5 dagen lang bij De Wereld Draait Door, waar hij 5 van zijn geschreven nieuwe nummers laat horen. En één daarvan is dus waarmee hij op het Songfestival Nederland gaat vertegenwoordigen. Op 3 maart gaat hij die officieel presenteren. Het Songfestival in Lissabon komt steeds dichterbij en daarom wordt er naast het nummer van Belen steeds meer bekend. Zo weten we nu ook in welke halve finale Nederland aan de beurt is. Het Eurovisie Songfestival in Lissabon komt steeds dichterbij en dat betekent dat er steeds meer duidelijk wordt. Op 29 januari werd door middel van een loting bepaald welke landen in welke halve finale aan de beurt zijn. Two countries left. Two countries left. One place in the first semi-final, another one in the second. The Netherlands. The Netherlands. And here we have first half of the second semi-final for Netherlands. Nederland moet het in de tweede halve finale onder andere opnemen tegen Rusland, Denemarken, Australië, Noorwegen, Moldavië, Zweden en Oekraïne, allemaal landen die de afgelopen jaren sterke inzendingen naar het Songfestival stuurden. Niet alleen leverden de andere landen standaard sterke concurrenten, de eerste helft van de tweede halve finale is überhaupt geen prettige positie voor Welen. Ja, het is inderdaad niet zo'n gunstige plek, hè? Nee, zeker niet. Welen zit in de eerste helft van de tweede halve finale. En dat, hoe verder je van het sluiten van de telefoonstemmers bent, hoe moeilijker het is om die stemmen te krijgen. Ook is het zo dat er heel veel goede concurrenten aan meedoen. Zo zijn er een heleboel landen die de afgelopen jaren goed gepresteerd hebben op het Songfestival. Dus dat wordt ook heel zwaar voor Welen. En natuurlijk zijn er weinig buurlanden zijn er in de tweede halve finale, waardoor die niet op ons kunnen stemmen. En dat is altijd wel iets bij het Songfestival. Namelijk dat België stemt op Nederland, Nederland op België enzovoort. En die hebben we dus niet. Dus het wordt een vrij lastig verhaal, maar we vertrouwen op Welen. Dankjewel Vincent. De afgelopen maand zijn er weer veel nieuwe instellingen voor Lissabon bekend geworden. Wij zetten de nieuwe instellingen op een rijtje. Julia Samalova mag dit jaar alsnog voor Rusland naar het Songfestival. De zangeres moest zich vorig jaar terugtrekken nadat zij van Oekraïne een inreisverbod had gekregen omdat zij op de Krim had opgetreden. Rusland heeft bekendgemaakt dat zij Julia dit jaar alsnog naar het Songfestival sturen. Haar nummer wordt later bekendgemaakt. De eerste instelling van een van de Big Five landen is bekend. Frankrijk heeft haar instelling voor Lissabon bekendgemaakt. De Franse instelling is direct geplaatst voor de finale, omdat Frankrijk als een van de grote geldschieters niet hoeft aan te treden in de halve finale. Tsjechië wordt dit jaar vertegenwoordigd door Mikolas Joseph met een swingend nummer. Spanje stuurt het duo Alfred en Amaya met een liefdeslied naar Lissabon. Ook zij hoeven als lid van de Big Five niet aan te treden in de halve finale en zijn direct geplaatst voor de finale. Ierland heeft ook haar inzending bekendgemaakt, net als Cyprus, maar zij presenteerde pas later hun nummer. Malta heeft 3 februari in hun nationale voorronde hun inzending gekozen. De finale werd gewonnen door Christabelle. Zwitserland volgde een dag later met hun nationale songfestival, waarin zij koos voor een bijzonder duo, een broer en zus. With
Het Verenigd Koninkrijk hoost 7 februari hun inzending. Ook Denemarken heeft haar inzending gekozen. Op 10 februari streden 10 kandidaten om hun land te mogen vertegenwoordigen. Maar er kan er maar 1 de winnaar zijn. Italië is voor nu even de hekken sluiten. Ook zij kozen 10 februari hun inzending. De komende tijd worden er nog meer inzendingen bekendgemaakt. En dan ook nog even dit. Het lijkt beter te gaan met Songfestivalwinnaar Salvador Sobral. Nadat wij vorige maand nog aandacht besteden aan zijn slechte gezondheid, plaatst hij onlangs een muzikale video op Facebook, waarop duidelijk te zien is dat het beter met hem gaat. Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? I don't know. Dit was Songfestival Update voor deze keer. Wij zijn de maandag 5 maart weer met het laatste nieuws over het nummer van Welen. En tot die tijd vind je het laatste Songfestival nieuws op songfestivalupdate.nl. Tot dan!